Welkom bij de stelling van de week. We doen er weer eens een keer eentje. Salem is aangeschoven en je weet het, als Salem er is, dan gaat er gediscussieerd worden. We bespreken elke week, nou ja, niet zozeer meer elke week, maar als we er zin in hebben, een stelling. En dan is het de bedoeling dat iedereen erin mee gaat praten. Dus niet alleen Salem en ik, maar ook jij. Maar we trappen af met een wel erg stellige stelling, zou ik mogen zeggen. Het is Apex Legends. Het is de beste Battle Royale. Het is de beste Battle Royale. Bam, 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 bam. En nu denk jij, is dat clickbait? Is dat clickbait? Ja. Ja hoor, zeker. Dus nou, we gaan het over hele andere games ook hebben. Battlefield 5, nee. Battle Royale, de beste Battle Royale is Apex Legends. Ja, eigenlijk als ik heel eerlijk ben, en dat heb ik ook in de podcast al gezegd. Ik heb niet extreem veel Battle Royale gespeeld. Dus... Je referentiekader is klein. Ja, in zekere zin kan ik er niet te veel over zeggen qua ervaring. Maar als je natuurlijk in de gamejournalistiek zit. Yeah. Of als je überhaupt in de games zit. Dan kun je, vind ik, enigszins ook wel iets zeggen over games die je misschien niet superveel hebt gespeeld. Omdat je bepaalde mechanics herkent of bepaalde manieren van gameplay. Dat valt je op. Je hebt al een soort van breed kader. Yeah. Want ik denk dat in welke Battle Royale, misschien dat we dat even kunnen... uiteen kunnen zetten. Dat is misschien wel leuk. Wat een Battle Royale is. Nou, niet precies wat het is, maar wat een goede Battle Royale maakt voor jou. Dat is natuurlijk meningsgebonden. Okay. Smaakgebonden, dat zou je zeggen. Dat sowieso. Maar begin jij maar. Welke aspecten moet het hebben en welke aspecten zijn belangrijk? De adrenaline vooral. Voor mij is het snelle tactische keuzes maken. Dat vind ik gaaf. En dat begint al bij het droppen. Weet je wel, van waar gaan we naartoe? En waar is iedereen aan het droppen? Het is competitive shooting, maar op een manier die ik heel erg kan waarderen. Ook in PUBG. Ik vind ook een tragere Battle Royale relax. Maar Apex Legends is de wat snellere manier. Maar het blijft wel altijd relatief tactisch, weet je wel. Je ziet een enemy. Je pingt hem. Je zegt, hey, er is daar een enemy, weet je wel. Ja. Ga je meteen... schieten? Nee. Je moet snel bedenken van, oh oké, als die daar naartoe lopen en misschien is daar een andere squad, dan kunnen wij er misschien omheen, laten we hun het uitvechten, dan weet je, knallen we ze neer als ze net klaar zijn en net aan het healen zijn of zo, weet je. Ja. Continu ben je hapsnap keuzes aan het maken en ik denk, tuurlijk, het helpt als je heel snel kan schieten, als je heel goed kan schieten, gewoon Twitch shooter-achtig, Call of Duty-achtig, ja. Dat helpt. Maar ik vind het tof dat het ook vooral draait om de juiste keuzes maken op welke momenten. Mooi. Ja. Dat is hetgeen wat ik relaxed vind aan de Battle Royale. Nice. Nou, ik ben het bijna helemaal met je eens eigenlijk. Wat je zegt. Daar zit het hem voor mij wel heel erg in. Ik heb niet heel veel Battle Royale gespeeld. Apex Legends is eigenlijk de eerste die ik echt in-depth ben gaan spelen. Oké. Okay. En ik zei het in de podcast ook al. Dan kom je er voor het eerst echt achter dat wat jij zegt, dat dat bijna feitelijk waar is. Dat als je niet... de plezier kan halen uit het maken van die tactische keuzes, het kiezen waar je gaat droppen, het al... welke wapens je meegrist. Precies, het vijf stappen vooruit denken, het overlevingsinstinct oproepen, zeg maar. Ja, als je daar niet een soort van energie uit kan halen, dan ga je het al wat sneller saai vinden. Ja. En dat is wat mij weer hield van Battle Royale spelen, omdat ik altijd heel erg zat op het... ik wil killen en ik wil schieten en ik wil actie. Headshots, granaat gooien. Precies, de dood in de ogen kijken. En het heeft een Battle Royale. En ja. daar kom ik zo ook wel op. Waarom ik denk dat Apex oprecht een van de betere is nu. Maar dat is een aspect. En inderdaad, je hebt waarschijnlijk wel 80 keer gehoord. Soms is overleven ook niet schieten. Of juist wachten met schieten. Of nog even niet een vijand aangaan. Omdat misschien jouw squad mee zou niet zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal basistactieken die je heel snel ontdekt in een Battle Royale. Door trial en error vooral. Precies, door veel dood te gaan, door veel terug te gaan naar die lobby. En voor mij is het Battle Royale bestaat eigenlijk gewoon uit die twee aspecten, even heel breed genomen. Tactische, hoe werkt het overleven en hoe werkt dat totaal? Dat is over het algemeen eigenlijk best wel traag. Want je hangt toch een goede 10, 15 seconden ben je onderweg naar je droppunt. Je bent een goede, het ligt natuurlijk aan hoe snel je enemies tegenkomt, maar soms ben je wel echt gewoon 10, 15 minuten alleen maar bezig met looten en zoeken en uitvinden. En dat schietgedeelte over het algemeen is vaak wat snappier. Kijk, het is misschien nog geen Call of Duty, zeker ook niet in Apex, want het is niet dat je net twee kogels neer bent. Nee. Je hebt ook shields en armor waar je rekening mee houdt, een beetje RPG-achtig. Het schiet wel snappy. Ik bedoel, het is van de makers van Titanfall. Dus dan precies, weet je gewoon het is wel snel. Je kan hoog springen. Je hebt ultimate. Veel flashy shit. Het is gewoon, je moet lang op elkaar schieten. Maar iedereen kan ook heel snel bewegen. Dus dat maakt het weer, dat compenseert het. Dat maakt het heel snappy. En wat voor mij
Apex dan uniek maakt ten opzichte van andere Battle Royale games van wat ik gezien en wat ik gespeeld heb, is allereerst in dat eerste gedeelte wat ik noem, dat ping systeem van Apex, dat maakt het gewoon uniek. In de daar zin zit van, de vijand, hier is armor die iemand misschien nog nodig heeft. Ik heb een scope nodig, wie exact. Vindt er eentje? Dat je dat gewoon zo makkelijk kan doen zonder te praten. Precies dat. Het helpt met mensen waarmee je niet communiceert. En het voegt ook toe aan mensen waar je wel mee communiceert. In plaats van het roepen, ja, we moeten hierheen, is het klik, daar gaan we heen. We moeten hierheen. Dat is fijn. Het is van, oké, jongens, ik heb een energy rifle opgepakt. Ik heb energy ammo nodig. Ja. Oké, nice. Dat is de gele ammo. Je kan het met kleurtjes aan elkaar uitleggen. Ik speel het veel met mijn huisgenoten. Doen we identita van, ik heb een shotgun. Oké, cool. En aan het begin is het natuurlijk even wennen. Oké, welke kleur ammo is dat? Rood. Ja, door. Rood. En dan weet je Mozambique gelijk weggooien. Peacekeeper. Let's precies. Go. Precies. En dat is soort van, nice, ik heb hier rode ammo. Mijn squadmate is down gegaan. En ik heb zijn chip opgepakt. En ik laat hem respawnen, zeg maar, bij zo'n punt. Wat hilarisch vet is om dat te hebben in een Battle Royale. Dat als je dood bent, dat je nog een kans hebt om terug te komen. Mits precies. Je teammate het slim aanpakt. En ook op dat moment de juiste keuzes maakt. Precies dat. En dat maakt voor mij, maken dat soort dingen. En als je teammate dan inspant, spant hij met niks. Daarover nadenken. En meteen een wapenbot alvast voor hem droppen. Die pingen van, luister dan. Hier heb je vast even mijn secondary gun. En terwijl je in de lucht niks. Zit, scannen even waar die andere gasten nu naartoe zijn, weet je wel. Dat is, soort dingen. Ja. Dus Apex Legends doet dat goed. Naar mijn idee, communicatie en het schietwerk is het goed. Tactische. En het niet hebben van communicatie en daar een soort van tools voor geven, zodat het wel werkt. Precies. Dat vind ik heel mooi. Maar nog steeds ben ik er wel van overtuigd dat de beste Battle Royale is natuurlijk smaakgebonden. Maar als je houdt van een snelle Battle Royale, dan is dit wel echt een hele sterke speler. Zeker. Ja, dat is natuurlijk heel vaak met met discussiepunten, debatpunten over wat is goed, wat is slecht, wat is beter, wat is het beste, wie verdient een Oscar, wie niet. Wat Apex Legends doet, doet het beste. Daar zou ik achter willen staan. Precies. Ik zeg niet meteen Apex Legends is de beste Battle Royale ooit. Dat is nog steeds puur van wat je zelf wil. Sommige mensen willen bouwen, sommige mensen willen een langzamere, sommige mensen willen meer met skills en een beetje Overwatch-achtig. Er zijn allerlei verschillende vertakkingen in. Maar wat Apex Legends probeert, is geslaagd in mijn ogen. En het wordt alleen maar beter. Plus het is gratis. Ze zitten met een aantal punten echt heel erg lekker. En daarom sta ik ook vol achter. Weet je, ik heb die game gereviewd en ik heb het gewoon een 9 gegeven. En dat is onder voorbehoud natuurlijk, omdat het nog allemaal groeit. En maar nu game is as het a al. Service. Het is nu al zo compleet. Ze kwamen out of nowhere. Ineens, bam, Apex Legends is er. Het is gratis. Iedereen kan spelen. Let's go. Ik denk dat 25 miljoen spelers in één week is best wel beeldend voor hoe dit een succes is geworden. En hoe dit nog meer een succes kan zijn. Zeker weten. En het is inderdaad dat wat het doet, waar het op neerkomt. Als jij kijkt binnen dat genre, zeg maar. Er worden op een bepaalde manier regels gebroken. Want Battle Royale is het hele idee dood is dood. Nou, daar spelen ze een beetje mee. Want je kan toch een soort van terugkomen. Dat doen ze op een hele unieke manier. Niet zomaar, als je neer bent, kan je gerevived worden. En dat is het. Nee, als je helemaal out of the game bent, ook wat weer past binnen de lore. Je kan een chip oppakken, je brengt het naar een soort station en je wordt opnieuw ingevlogen. Want het is min of meer een spelshow waar je iemand weer terug kunt krijgen. Dat soort kleine dingetjes, dat ping systeem wat ze dan heel erg verfijnen. Maar ook gewoon puur zang het schieten. Als jij als ontwikkelaar natuurlijk al ervaring hebt met twee Titanfall games, dan heb je al verstand van baanbrekende, zeg maar, shooting elementen implementeren in een spel. Ik vind het wel jammer dat Valorant eruit is. Kijk, Titan snap ik dat te moeilijk is om erin te verwerken. Oneerlijk zijn. Dat snap ik helemaal dat ze dat in ieder geval nu niet doen en waarschijnlijk ook niet snel gaan doen. Nee. Maar Valorant is wel iets wat ik mis, eigenlijk. Daarom pak ik ook Pathfinder. Pathfinder is mijn boy. Ja, want die homie. Die heeft die mobiliteit. De fucking grapplinghoek, tactisch weer. Weet je, dat vind ik ook vet, dat ze die soort van hero-shooter-achtige elementen erin hebben verwerkt. Dat weet je wel, een team is 3 man, maar dat is niet alleen maar zo van, je topt af op 3. Dat is omdat 3 verschillende legends hele mooie combo's kunnen maken met elkaar. Weet je, de ene leidt de vijand af met een hologram en de ander slingert het dan omheen met een fucking grapplinghoek of zo. Of maakt een portal van A naar B om te vluchten, weet je. Je kunt al die dingen, al die tools die ze geven, daar kun je heel veel leuke dingen mee doen. Ja, dat is gewoon ook een beetje Overwatch-achtig, denk ik. Ik vergelijk het met Overwatch, maar dan mindere goede character building, zou ik zeggen. Ja, precies. Dat is misschien het, als je dan puur game technisch zou kijken, is dat eigenlijk wat het nog een beetje
matig is. Maar met meeste free-to-play online multiplayer games, ja, je kan ook niet echt verwachten dat daar... Het is al mooi genoeg dat er een hele lore achter zit met Titanfall. Ja. Maar je merkt inderdaad wel dat ze heel erg hebben gezeten op de gameplay. Van oké, we hebben een medic, hoe zorgen we dat een medic uniek in de gameplay is en tactisch geïmplementeerd kan worden? En dan merk je wel, oké, Lifeline bijvoorbeeld dan, of de meeste characters zijn wel een beetje stereotyperend in de zin van... Ja, niet ik, racist, ik maar... Ik vond ze allemaal onuitstaanbaar. Ja, ik vond ze allemaal... In het begin dacht ik van... Zijn jullie allemaal eikels? Behalve Pathfinder? Ja, is Pathfinder de enige leuke motherfucker? Ja, je hebt Bloodhound die een beetje een soort zweverige sci-fi prophet is. Beetje Destiny-achtig. Hij is geen man of vrouw. Dat is ook non-binair. Dat is ook zo'n dingetje. Okay, nou ja, leuk. Nou, dan heb je Lifeline. Is een beetje zo'n soort van starter pack. Jamaican of zo. Ja, Jamaicaanse beetje skater chick. Die dan zegt van... Oh, Lifeline, yeah. En dan Bangalore is die... opgeschoren vrouw met een sniper. En het is allemaal een beetje... Kijk, als je iets wil zeggen over Apex... buiten de gameplay om... is dat de characters redelijk... Misschien ook wel met het doel dat, dat er ook natuurlijk jongere spelers bij kunnen zitten. Ja, het, voor mij leek dat een beetje het soort van... Oh kijk, wij hebben ook een soort van uitbundige karakters als een Fortnite. Maar vervolgens, ja. Ja. Ik ben daar niet zo'n heel groot fan van. Nee, maar dat was precies ook mijn punt in de review. Ik vind de character building iets minder sterk dan bijvoorbeeld een Overwatch... wat waarschijnlijk ook bronmateriaal is geweest voor Respawn. Ja. Ze hebben niet zulke sterke background erin verwerkt. En ook de cosmetics van alles zijn niet zo interessant als dat bijvoorbeeld bij een Blizzard is. Nee. Maar goed, dat kan ook komen, want game as a service en shit. Precies. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar wat voor nieuwigheden ze met deze game gaan doen. Welke legends erbij komen, wat voor wapens erbij komen. Weet je, komen er meerdere maps of gaat deze map misschien wel een beetje evolueren en zo. Er zijn best wel veel toffe dingen. Maar voor wat Apex Legends nu biedt en dat kosteloos doet zonder oneerlijke pay-to-win shit. Ja. Dat is fantastisch. En voor mij is Apex Legends nu de beste Battle Royale. En ik heb nog steeds heel veel plezier in PUBG. Fortnite is gewoon niet mijn ding, maar dat is het, weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen soort van smaken. Voor mij is dit nu de beste Battle Royale. En ik stond echt versteld van hoe Respawn dit op heeft gepakt. Gewoon, ze laten dat pingen, dat kan elke Battle Royale vanaf nu gewoon over gaan nemen. Ja, want dat is bewezen dat werkt. Dat exact. Is fantastisch. Het is zo'n soort van iets. Dat soort dingen zijn altijd dan of gimmick of echt gewoon heel erg goed. En in dit geval is het gewoon zo heel erg goed. Ja, en ook gewoon het feit super. Dat je, als je de nummers die van mensen afvliegen als je ze raakt. Die hebben een bepaalde outline. En daarmee weet je bijvoorbeeld weer welke soort armor iemand heeft. Ja, weet je, de kleurcodes, hoe ze daarmee werken en zo. En ook dat met die wapens, weet je, dat zijn ook allemaal heldere kleuren. Dat je weet van, oh, ik heb een shotgun, dus ik moet rode doosjes in de gaten houden. Het is een soort van, het sterke daaraan is denk ik dat je weet gewoon, en dat ook weer in de podcast gezegd. Je weet luister anders gewoon de podcast. Ja, klik weg. Fuck it, ga naar de podcast. Nou, je weet gewoon dat zo'n game als dit, er is gewoon echt heel veel research en development overheen gegaan. En je weet gewoon, er is goed nagedacht, oké jongens. Maak een Battle Royale, want dan hebben wij als EA bijvoorbeeld in dit geval dan ook een Battle Royale, dan pakken we die markt ook mee. Maar je weet wel dat voor de rest, zo voelt het in ieder geval, die uitgever Respawn gewoon even met rust heeft gelaten van bedenk iets wat ook gaat opvallen. Ja. En denk even goed na, oké, welke kleine finesses en welke kleine nuances kunnen we aanbrengen om dit een goede, unieke Battle Royale te maken die echt een eigen gezicht heeft. En niet alleen dat het een soort van Fortnite is met een Titanfall saus. En dat is absoluut gelukt. Ja, dat zijn ze zeker ontsteken. Dat echt. Ja. En het is vooral ook dat je zegt nuances en finesse. Ik, dat heb ik ook in de review gezegd. Ik vind deze game meteen heel verfijnd aanvoelen. Ja. Alsof dit al, weet je al, jarenlang geplaytest is. Alsof hier al een heel ontwikkelproces echt achter heeft gezeten. En niet zoals de meeste andere Battle Royales. Weet je, early access. En we moeten nog... jongens, dit is het nog niet. Probeer het. Maar er komt nog wel meer. En misschien verandert het wel. En Respawn had zoiets van... Nee, motherfuckers. Hier is de game. Yes. Aangekondigd. Hij is er meteen. Er is geen moment dat mensen kunnen gaan twijfelen. Je kunt het gewoon meteen uitproberen. En dan raad ik iedereen ook aan. Als je het nog niet gespeeld hebt. En je bent gratis. Wel geïnteresseerd. Het is gratis. Je kan het op PlayStation, Xbox en PC, toch? Ja, ja, ja. Nou, dus je kan het in principe op elk platform proberen. Het kost je geen drol. Voor de extra legends die je kan unlocken, schijnstreep kopen, voelen voor mij niet per se heel OP aan. Nee, en je kunt ze ook met een grindwall, kun je ze, weet je, het is niet precies. Alleen maar paywall, dat hebben ze ook weer heel netjes gedaan. Ja, hetzelfde met al die lootboxes, die ook alleen maar cosmetische shit bezitten. Ja, het geeft je gewoon een vette outlook voor je legends, en ik, ja, over het algemeen... Die mag wel sterker wel. Ja, maar toch, ik vind dat het...
dat het inderdaad, jij zegt het goed, het voelt gewoon al heel verfijnd aan. Het voelt zuiver ook vooral. Dat maakt het denk ik gewoon op dit moment een van de betere Battle Royales, misschien zelfs wel de beste Battle Royale. Wow. Ja, dat vind ik wel. Ja. Voor mij de beste Battle Royale. Ja, voor mij ook. Dat is vooral de. Voor wat het doet, doet het het best. Mocht je nou zelf ook een mening hebben over Battle Royales? Of denk je, nou, Apex Legends is het zo niet voor mij. Fortnite, all the way. Of Realm Royale, of PUBG. Weet je, er zijn ook niet zo heel veel spelers op het moment. Maar nee. Mocht je zelf zoiets hebben van, nee, ik ben het absoluut niet met jullie eens. Of juist wel. Blackout. Goeie trouwens. Ja, dat is ook een hele goeie. Laat het weten. Vertel lekker wat jij de beste Royale vindt. En waarom natuurlijk ook vooral. Dan gaan we met z'n allen lekker discussiëren. En natuurlijk, als je meer wilt weten over heel specifiek Apex Legends. Daar zijn reviews van geschreven en video op gamersnet.nl. En je wordt natuurlijk altijd van harte uitgenodigd om meer te beleven op gamersnet.nl. Kom langs. Nieuws, previews, reviews, trailers. Gear. Meningen. Nou. Stellingen. Ja. Clickbait.